Bij grote evenementen en wegwerkzaamheden worden regelmatig verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Maar wat houdt dit werk precies in? Ik ben Patrick en ik ben dagelijks leven chauffeur bij een online houthandel. En in mijn vrije tijd ben ik hier vrijwilliger bij SC Groningen. Bij SC Groningen ben ik verkeersregelaar. Het verkeer in goede banen leiden. Ik doe dit werk al 14 jaar, 1 tot 2 keer per maand. Nou, verkeersregelaars die regelen het verkeer. Hè? Dus met evenementen en wegwerkzaamheden heb je altijd een ander afwijkend verkeersbeeld. En dan is het soms nodig dat er verkeersregelaars ingezet worden. Wat ik zo leuk vind aan dit werk is de omgang met mensen. En het eerste, je bent het eerste aanspreekpunt. Juist bij grote evenementen is dit belangrijk voor een goede en veilige doorstroming. Nou, zo'n verkeersregelaar kan dan soms ook nog wel mensen doorlaten. Een ambulance of brandweer of de vuilniswagen of mensen die er wonen. En mensen die voor het evenement komen goed verwijzen naar een parkeerplaats. Of mensen die om moeten rijden de juiste kant op sturen. Nou, het is zo geregeld dat de aanwijzingen van een verkeersregelaar... die gaan altijd boven alle andere verkeersregels of voorrangsregels. Dus zo'n verkeersregelaar staat er dus ook niet voor niets. Staat er voor de veiligheid, voor de doorstroming. En nou, dat moet je altijd opvolgen.